nog niet gered. Ook bij de brandweer gaat men met pensioen. Maar dit gebeurt meestal op een speciale manier. Zo ook voor Willy Verbiezen van de post Boksmeer. De groep oud-brandweermannen hadden een plan gemaakt. Willy was met de boot van Rijkswaterstaat mee. Iets wat wel vaker gebeurt door brandweermannen. Bij de stuw werd ondertussen een brandje gesticht, wat hij vanaf de boot kon zien. De bedoeling was om hier langs te varen en dan terug te rijden met het complete brandweerkorps. Bijna gooide de schipper van de boot roet in het eten, door aan te leggen en het brandje zelf te blussen. Maar gelukkig kon via de telefoon doorgegeven worden dat men moest doorvaren. Snel werd een nieuw object opgebouwd wat nu geblust moest worden. De familie en vrienden waren ook aanwezig bij het laatste bluswerk. Natuurlijk ging het blussen niet van een leien dakje. Uiteindelijk ging hij op de schouders van zijn nieuwe collega's, de oud-brandweermannen. Ja, Twan, voor 2,5 maand, 3 maanden geleden stonden we hier ook. Toen keken we tegen een gele zandvlakte aan. En vandaag kregen we een heel ander gezicht. Wat is hier nou vandaag gebeurd, Twan? Ja, zoals je ziet is vandaag de golfbaan opengegaan. Althans, in zover de driver range, de afslagruimte. Vandaag zien de eerste introductielessen. Vanaf nu is dus de driver range voor altijd op. De rest van de golfbaan wacht nog een maand mee. Half september, tweede helft september, gaat de rest van de baan op. Dan is je voldoende begroeid. Voor de opening van half september, of 20 september, plus minus, moet er nog wat aangeplant worden. De gele bulten die je nog steeds rondom ziet, moet nog steeds hei opkomen. De hei wordt afgeplakt door de gemeente. Kiepen ze bij ons neer en wij verdelen hem hier dadelijk over de bulten, zodat je de hei van vroeger weer terug laat komen. Hoe zit het met de aanmeldingen, Twan? Zijn er al aanmeldingen dus die hier dus lid zijn of lid geworden zijn? Er zijn zoals nu is, voor vandaag althans, waren er 62. Ook vandaag zijn er diverse aanmeldingen bijgekomen. Ik heb nog niet gezien hoeveel er binnengekomen zijn. Maar zoals vandaag is, loopt het hartstikke mooi. We houden het nog droog, dat was mee twijfelend vanmorgen. Maar dat zit allemaal mee, dus de aanmeldingen lopen eigenlijk hartstikke lekker door. We gaan zelf een 8-persoons vakantiewoning bijbouwen. Ons eigen privéwoning komt er nergens bij. En de oude boerderijwoning wordt verbouwd tot brasserie. En die verwachten we midden april 2012 dus klaar te hebben. Zolang die nog niet klaar is, gebruiken we de receptie, zeker de recreatiezaal van het vakantiepark, voor mensen die koffie willen drinken of iets anders. Degenen die dus hier willen komen golven, die komen hier en die kunnen meteen aan het golven of toch niet? Nee, voorlopig alleen de afslagruimte, dus de driver range.
De rest moeten ze nog even mee wachten. Tot medio september. En iedereen die kan het, of moeten ze nog eerst een bepaalde lessen gehad hebben? Ja, goede vraag. De driving range, de afslagruimte dus, mag iedereen gebruiken die wil. Het valt vaak niet mee als je het nooit gedaan hebt, dus je moet even wat tips krijgen dat je een beetje weet hoe je het moet doen. De rest van de baan dadelijk moet je of GVB, golfvaardigheidsbewijs, of baanpermissie krijgen. En baanpermissie krijg je gemiddeld genomen naar les of 5, 6, een beetje voldoende van de golfsport af om een baan enigszins te lopen. Een oudere man was op bezoek geweest op de eerste verdieping van de Zandpoort in Groningen. Toen hij naar huis wilde gaan, vond hij de trap aan de buitenzijde te gevaarlijk en durfde niet meer naar beneden. Snel werd de hulp ingeroepen van de brandweer, die tactisch op de trap ging staan, zodat de man veilig naar beneden kon.